Hallo iedereen, welkom in deze video. In deze video, ik ga jullie nu 5 nieuwe woorden leren. Ik ga jullie de dingen tonen of laten zien. Tonen en laten zien betekent hetzelfde. Het betekent in het Engels to show. So I will show you 5 things, so you will learn 5 new words. The first word, I think this is an easy one, pen, de pen. Ik schrijf met de pen. De pen, de pen is rood. Het is een rode pen. De pen. Het tweede woord vandaag is dit. De dromenvanger. De dromenvanger. De dromenvanger is groen. Groen. En rond. Het is een groene dromenvanger. Het is een ronde dromenvanger. De dromenvanger. De zonnebril. De zonnebril. Als de zon schijnt, draag ik een zonnebril. De zonnebril. De wasknijper. De wasknijper is blauw. De blauwe wasknijper. De wasknijper. En dan het laatste woord vandaag is dit. De waaier. De waaier. Waaier. Als het warm is, gebruik ik een waaier. De waaier is groen. De groene waaier. Ik laat jullie alle woorden nog één keer zien, alle dingen. Weet je nog wat dit is? De pen. Ken je dit nog? De dromenvanger. De dromenvanger. En deze, weet je nog wat dit is? De zonnebril. De zonnebril. De, weet je het nog, hoe dit heet? De wasknijper. De
wasknijper. En deze nog? Hoe heet deze? Weet je het nog? Dit is een waaier. De waaier. Bedankt voor het kijken en zie je in mijn volgende video. Bye!